Hey, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Spoor 1 videovlog. In deze videovlog wil ik wat dingetjes laten zien die de laatste tijd zijn gebeurd. De laatste keer hebben we de baan buiten afgebouwd en nu is er binnen ook wel weer nodige gebeurd. Ja, het is toch winter, dan ga je lekker binnen aan de gang. Dus ik dacht van, laat ik een nieuwe videovlog maken en eens laten zien wat de laatste tijd allemaal weer gebeurd is. Dus heel veel kijkplezier. Nou, er is inmiddels weer het nodige gebeurd aan de Spoor 1-baan. We zijn hier bij de overgang naar buiten. Nou, laatst heb ik gezien dat buiten de boel zo goed als is afgebroken of gedemonteerd. En er ligt hier nog een stapeltje, kan een beetje drogen. Kunnen we dat nog wegbrengen of opstoken in de vuurkorf. Maar in ieder geval, voor nu is dit dus helemaal opgeruimd en ja, klaar voor nieuwbouw. Nou, zover dat is dus buiten. Hier ligt nog een stapel rails opgeslagen, wat van buiten allemaal van de baan komt. De wissels en een hele mikmak. Nou, dan gaan we verder. De besturing. De 78er die even opgesteld staat. En dan zijn we hier in het kamertje. Nou, daar is het nodige gebeurd. Het eerste wat wel echt opvalt is het blauwe plafond. Dat is eventjes mooi blauw geschilderd. En dat geeft toch even een andere indruk. Deze muur wordt nog wel eventjes wit geschilderd op een goede manier. Dan komt er wat leuks aan te hangen. We hebben behoorlijk wat verlichting hierop gehangen. Behoorlijk LED verlichting. Zo samen bijna 90 watt. Nou goed, heel wat verlichting. En nou, deze balk. Die was ook helemaal wit. Die is nu in een betonlook gemaakt. Laat ik ook een beetje zien hoe ik dat gedaan heb zometeen. En de steenpatroon, dat moet hier nog even verder afgemaakt worden onder het beton. Hier kan allemaal nog van alles aan gaan gebeuren. Maar zover, dat is dan allemaal nu een beetje gecreëerd. Ook hieronder is het aardig opgeruimd nu. Een beetje orde gemaakt, dat alles een plekje heeft. Allemaal spulletjes voor de scenery. Een beetje oud papier, vuilnis en allemaal handige dingetjes. Nou, wat de plannen nog verder zijn, is dat hier een wissel in komt te liggen. Die vervolgens naar deze wissel gaat, een opstelspoor. En we zien hier een aftakking. Dat straks de bedoeling is dat die hier hop, naar de kamer gaat. En aan deze aansluiting weer gaat komen. Waardoor die kant op gaat. Hier dus weer onderdoor. En daar gaat hij weer naar het kamertje. Nou, dan kan ik straks dus ook binnen doorrijden. Gaat hij ver hier, hebben we hier nog een aftakking deze kant op. Dan gaat hij straks nog door de muur. Maar dat is voor latere zorg om weer naar buiten te komen. Maar dan kan hij hier dus rond en dan zal hij hier weer aansluiten. En dan zal het een aantal losse modules zijn die er zo neergezet kunnen worden. Zodat er ook binnen rondgereden kan worden wanneer ik dat wil met dit soort slechte weer. Nou goed, dat is dus een beetje het idee wat we nog gaan doen. Dat hier die wissel erbij in komt. Dus eventjes wat stukje demonteren en erbij inleggen. Die aansluiting er netjes inleggen. Hebben we hier straks nog een mooi kopspoortje erbij. En dan kan er weer met de aankleding gaan begonnen worden hier. Ik zat te denken om hier ook wat groen te gaan maken. Dat we een beetje een beginnetje hebben. En hier tegen de achterwand wil ik een soort van, nou ja. Misschien een achterwand van een werkplaats maken of zo, dat hij ergens net of die naar binnen rijdt. Nou, daar ga ik nog eens even naar kijken. Daar ben ik een beetje over aan het brainstormen wat dat moet gaan worden. Maar dat gaat ook zeker wel wat leuks worden. Al goed, dat is nu een beetje de stand van zaken. En dan zal ik nog eens even laten zien hoe ik dat beton heb gemaakt. Met welke spulletjes. En dan gaan we met die wissel aan de gang. Nou, de betondoek, wat heb ik daarvoor gebruikt? Ik heb als eerste de hele balk in heerke beton grijs geschilderd. En het hoeft niet altijd helemaal precies 100% dikker te zijn. Beton is toch altijd wat vlekkerig, dus daarmee kun je al wat vlekjes aanbrengen en oneffenheden.
Maar probeer het wel enigszins een beetje dekkend te doen. Nou, dat heb ik dan als eerste gedaan. Vervolgens ben ik met deze kleurtjes, deze middelen, een wash. Zijn het een bruine, een zwarte, wat zwarte pigment heb ik gebruikt. Een donkerbruine ja, model eerverf en een iets lichtere en een wat beigere tint. En een beetje groene tint. Het gaat echt niet precies om dat je echt deze precies moet hebben. Maar het zijn een beetje de ID-kleuren die je kunt gebruiken om dit effect hier, zoals ik dat gecreëerd heb, te kunnen maken. Nou, als eerste, nadat ik het beton dus grijs heb geschilderd met de Heki-verf en het heb laten drogen, heb ik het met een wash aangebracht, met een penseel. Hier en daar heb ik eerst wat vlekjes aangebracht, zoals dit hier. Nou, dat doe ik even plaatselijk, wat dingetjes aanbrengen, wat donkere plekken, wat streepjes trek ik hier en daar. En als dat dan een beetje gedroogd is, ga ik vervolgens ook echt de hele balk een keer helemaal in de ja, een beetje zwarte was zetten. En die mag ook nog best wel verder aangedund worden met water. En uiteindelijk staat hij dan helemaal in de zwarte was. En daarmee krijg je al een beetje een wat donker effect en een wat ouder effect. Maar zo kun je ook op bepaalde plekken even wat extra aanzetten. Zoals van dit soort, ja, in het hout is dat zo'n pit. Nou, daar heb ik wat extra was in gedaan. En dan krijg je al een donker effect daarin. Maar ook in de hoekjes en kiertjes. Een beetje extra zwarte was. En wellicht ook een beetje naar beneden trekken. Zoals bijvoorbeeld het beton. Nou, als je dat schildert, dat kun je echt van links naar rechts doen. Dus beton, dat ligt echt als het ware. Dan krijg je ook met de strepen van de penselen een beetje ja, de effecten van beton dat liggend gegoten is. En vervolgens met wash en het wedderen ga je meer van boven naar beneden werken. Nou, als je de hele balk in een zwarte wash zet, is het nog niet zo'n heel probleem dat je dat van links naar rechts een beetje inseemt met een penseel. Maar ga je uiteindelijk dit soort effecten maken, dus naar beneden toe. En je gaat het vervolgen, ja, dus ook die wat donkere vlekken met was aanbrengen. Doe dat van boven naar beneden. Een verwering zie je altijd dat dat van boven naar beneden gaat. De regen komt van boven naar beneden, zak naar beneden. Dus krijg je altijd een beetje van dat soort zakeffect. Zoals bij dit soort gaatjes, dat het, weet je, dat soort ja, vel wat naar beneden komt. Het gaat niet naar boven, maar het gaat juist naar beneden. Nou, hou daar een beetje rekening mee, ook als je naar het wash-effect met bruin tinten bezig gaat. Nou, dan pak ik dus die donkere kleuren, bijvoorbeeld die, dat, wat is het hier, een RAL 8014 Burnt Umber en Amour Brown en Brown Sand. Nou, die doe ik wat hier op een paletje met wat water erbij en dan ja, goed verdunnen. En ook van die streepjes trekken, vlekken maken. En wees daar gewoon creatief mee. Niks is goed, niks is fout. Maar probeer het wel zorgvuldig te doen. Je kunt beter iets te weinig in één keer doen dan dat je te veel in één keer doet. Want wedderen is echt ook een kunst van het weglaten en het voorzichtig doen. Zoals hier achterin heb ik het wat meer met ook groen aangezet uiteindelijk in de verwering. Wat vlekken. En hier heb je weer wat minder vlekken, maar er zit wat meer effect in het beton. En zoals hier in de hoeken heb ik wel weer wat donkerder gemaakt, ook hier onderlangs. En zoals ik heb hier nog wat groen bij ingemaakt. Maar het is dus gewoon lekker bezig zijn, een beetje fantasie erop los laten gaan. En ja, verdun het gewoon goed en doe je een keer wat te veel op één plek. Dat is het voordeel als je met acrylverf bezig bent. Je kunt zo met een beetje water het verder verdunnen en uitsmeren, waardoor het toch wat minder heftig is in één keer. En uiteindelijk ja, krijg je dus dit effect als je gewoon een beetje lekker bezig bent. Je kunt het misschien nog wel mooier maken en er nog wel wat dingetjes aan doen, maar ik denk dat ik hier zo mee al wel een leuk effect heb. En dat gaan we dan nog verder hier onderlangs afwerken. En ja, hier achterlangs moet er nog wat moois gaan komen. Dus, maar tot zover geeft dit toch al wel een aardig effect.
Nou, de bedoeling nu is om deze wissel in dit gedeelte hier te gaan leggen. Ik heb al voorbereidingen getroffen door vast de schroefjes eruit te halen. Dan kan ik nu dit gedeelte bocht weg gaan halen, deze wissel in de plaats gaan leggen en dat gaan aansluiten. Dus laten we dat eens gaan doen. Ja, zit er. Aansluitclipjes voor de spanning en dan eens kijken of we het er tussenuit kunnen krijgen. En dan zien we dat het uit een bochtdeel bestaat, de 59074, dus een beetje de tegenbocht van de wissel ook. En een klein recht stukje. Deze halen we weg. Dan leggen we deze daarvoor in de plaats. En dan zien we dat hier een klein stukje overblijft. Dat is deze. En dan zijn we er alweer. Die eraan. Oh, dan vergeet ik nog een rillasje. Laten we die even opzoeken. Eens even kijken in het bakje van alles. Kijk. De clip is er weer onder. En al daar ligt de wissel er al in. Nou, deze nog even aansluiten. Even kijken. Zo. En klaar. En dan is dit het resultaat. En dan ga ik hier op het eindstuk nog zelf even een mooi stootblokje maken. Misschien dat we dat aan die kant ook nog wel gaan doen. Maar laat ik hier zelf eerst eens een mooi proefversietje gaan maken. Misschien dat we ook wel wat van dit schuim gaan doen. En ook wellicht wel leuk om daar een video van te gaan maken. Nou, tot zover ligt dit er nu in zoals ik het een beetje wil hebben. En dat betekent dat het vastgelegd kan worden. En dan misschien dat ik binnenkort ook eens begin met een eerste stukje te gaan airbrushen, verweren van de rails. Misschien wel leuk om dat hier achterin een beetje mee te beginnen. En dan kunnen we daar ook eens wat ballast erin gaan doen. En dan krijgen we langzaam ook wat meer aankleding hier. Nou goed, in ieder geval dit ligt er nu in. Thank you.
Nou, dan zijn we ook weer zo'n beetje aan het einde gekomen van deze spoor in videovlog. Nou, deze video hebben we dus echt gezien dat het plafond onder andere geschilderd is, verlichting erbij is gekomen, de betonrand aangebracht is, we hebben een wissel erin gelegd en we hebben gekeken naar wat mooie rijdende beelden. Nou, tot zover en dan zou ik zeggen, vond je het een leuke video? Laat dan zeker nog even een duimpje achter. En heb je nog vragen of opmerkingen, dan kun je die achterlaten in de reactie hieronder. En ben je nog niet geabonneerd op ons YouTube kanaal, vergeet dat dan ook zeker even niet te doen. Want dan ben je namelijk altijd op de hoogte van onze nieuwste video's. En je kunt tegenwoordig ook lid worden. Nou, meer daarover kun je terugvinden in de omschrijving van deze video. Nou, tot zover deze video. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij Pijplijns Modelbouw en Hobby. Thank you.